Dames en heren, wij komen bij het tweede deel van ons boeiende programma. Wij gaan over, zie ik, naar de meldpunten. Joris Rabraken, regio-archeoloog van de gemeente Arnhem. Ik wil het hebben over een grootschalige archeologische begeleiding die heeft plaatsgevonden de afgelopen 3 maanden. Bij het baggeren van de beek in Oosterbeek. Daarbij is heel veel materiaal uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn gekomen. We zijn dat nu aan het uitwerken. En we hopen dat de resultaten wat meer vertellen over de operatie Market Garden. Dat we dat kunnen vergelijken met historische bronnen. Dat is het wetenschappelijke motief. Natuurlijk is al heel veel Tweede Wereldoorlog weggegraven. Juist na de Tweede Wereldoorlog. En ook de afgelopen tijd met grootschalige nieuwbouwprojecten. Waalsprong, Schuitgraaf. En nu ook met de projecten Ruimte voor de Rivieren. Dus de authentieke overblijfselen die vergaan snel. Die worden snel vernietigd in feite. En daarom is het belangrijk om die resten ook door een archeoloog te laten optekenen. Zodat ze ook kunnen worden geplaatst in een historische context. Tot nu toe werd het materiaal voornamelijk door de EOD gewoon afgevoerd en vernietigd. En vrij globaal beschreven. Maar dus niet geplaatst in die historische context. Dus, en dat willen we wel steeds meer gaan doen. De levende, de mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat wordt langzamerhand wat minder. Dus de fysieke overblijfselen worden ook steeds belangrijker. En de behoefte om te herdenken blijft bestaan. En daarmee vind ik ook dat die Tweede Wereldoorlogresten ook een plaatsje verdienen binnen de Tweede Wereldoorlog archeologie. De vondst van de V1 een aantal maanden geleden in Ellecom is ook een goed voorbeeld van dat archeologie heel belangrijk is. Dank u wel, precies op tijd. Meldpunt 2, dat is de heer Fred van Kan van het Gelders Archief over het Gelderland Boek. Ik ga iets zeggen over het Gelderland Boek, maar voordat ik naar het Gelderland Boek ga, wil ik jullie toch even het eerste plaatje laten zien. Daar zag u het dagboek van David Beck, die is nu al verdwenen, maar dat is het. Het dagboek van David Beck uit 1623, 1628. Dat is in heel kleine lettertjes geschreven, het is een minuscuul klein boekje, het ziet er heel groot uit, maar eigenlijk is het heel klein. En daar hopen wij binnenkort van dat we dat via uitgeverij Verloren ook in normaal Nederlands kunnen laten zien. Het Gelderlandboek is gisteren verschenen bij W.W. Books, wat vroeger uitgever Warmers was. In dat Gelderlandboek laten we plaatjes zien van heel Gelderland met een korte tekst erbij, mooie stukken van het land. En dit zijn, dit zijn Arnhemse plaatjes die u zag. U zag net onderlangs bovenlangs. En u ziet hier een belangrijk man, de vader van de Gelderse natuurbescherming, baron van Heemstra. En dan gaan we gelijk door naar het volgende plaatje. U kunt het allemaal in het boek allemaal terugzien. U ziet hier het veer tussen Oosterbeek en Dril. We kunnen naar het volgende plaatje gaan. Daar ziet u iets heel aardigs. De Pruisen verjagen in november 1813 de Fransen uit Arnhem. Want Napoleon die had Nederland bij het Franse keizerrijk gevoegd. En wat u hier ziet is het naspelen van die slag in 1913, maar we zijn ondertussen al bij de gele rijders. En dan zijn we alweer, het gaat erg hard in deze 2 minuten. Die zijn namelijk voorbij, die 2 minuten. 10 seconden, dan wil ik u alleen maar zeggen, ga naar de boekhandel, kijk naar het boek en u kunt nog veel meer zien dan wat ik u hier kon laten zien. Fantastisch. Volgens mij zijn dat trolleys die ik daar zag, tot slot. Ik vraag Paul Arends naar voren, maar het zou kunnen zijn dat hij er helemaal niet is en dat ik dan iets namens hem moet zeggen. Wie weet daar iets van? Niemand. Dan winnen we 1 meldpunt. Hij verzoekt in ieder geval om historische informatie over zuivelzaak van Betuwe in de Pauwstraat. Dus de vraag van Paul Arends, werkgroeplid van de historische herberg, nog niet aanwezig, verzoekt om informatie, liefst van historische aard en niveau, over zuivelzaak van Betuwe in de Pauwstraat. Dan komen we bij de heer Sjaak Boom zelf. Die gaat het hebben over de naoorlogse noodwoning in Elden als nieuw onderkomen van de historische kring Elden. Ik ben Sjaak Boom van de historische kring Elden, voor Intimi HKE. En met blijdschap geef ik u kennis van de totstandkoming van het eerste echte onderkomen van de historische kring. Misschien kunnen we nog even terug naar het eerste plaatje. De historische kring Elden heeft onderdak gevonden in een van de 2 noodwoningen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er in de gemeente Elst, waar Elden toen de tijd toe behoorde, 166 noodwoningen neergezet. Daarvan zijn er nog 2 over in 1 gebouw, een 2 onder 1 kap noodwoning dus. En hier in zwart-wit
hoe de noodwoning er van binnen uitzag voor de verbouwing en in kleur hoe het nu is. De bewoner van de andere helft van de noodwoning is de heer Van den Ende, die een aantal herbergen geleden hier heeft opgetreden en ongetwijfeld veel verteld heeft over zijn heldhaftige rol in de Tweede Wereldoorlog. Voor meer informatie www.historischekringelden.nl. En heeft u belangstelling voor het archief, dan staan daar adres en telefoonnummer. Nou, graag tot ziens. Wekenlang wordt er al op gegraven aan de Hoogstedelaan Klingelbeek door archeologen van de gemeente Arnhem en door studenten van Saxion en door veel vrijwilligers. Ze doen het in eigen beheer, 5 hectare groot, zeg maar 10 voetbalvelden wordt daar opgegraven en onderzocht. Waarom? Omdat er een nieuwbouw moet komen. En wat heeft het al opgeleverd, was de vraag. Iets langzamer. Wat heeft het al opgeleverd, was de vraag vanuit de historische herberg. Het heeft al opgeleverd dat er van alle periodes vondsten zijn. Belangrijkste vondst tot nu toe is een stuk vuursteen. Ik weet niet waar dit bijgeluid vandaan komt. Dan gaan we hier staan. Oh, kan niks meer doen. Van jagers. Ooit leefden daar jagers. 8000 jaar geleden. Je moet je voorstellen, daar op die hoogte, jagers die vanuit Europa, van Zuid-Europa, deze kant op kwamen. En daar leefden en leefden van de jacht. 8000 jaar voor Christus. Daar zijn al vuurstenen werktuigjes van gevonden. Er is ook houtskool gevonden. En houtskool wordt straks onderzocht. Om te kijken hoe oud het is en wat er nog tussen zit. Behalve jagers is er in diezelfde hoek van de Hulkensteinseweg een restant gevonden van boeren. En die boeren leefden niet in die tijd van de jagers, dat is veel dichter bij ons. Meer dan 2000 jaar geleden wel, even voor de Romeinenkomst, leefden daar boeren. En van die boeren hebben we wat aardewerk al gevonden. Grof aardewerk. Vanuit de Romeinse tijd is er ook al wat gevonden, inheems Romeins aardewerk. En hele leuke dingen zijn er gevonden uit de vroege middeleeuwen. Dat zijn boeren die daar zo rond de 7e eeuw leefden. En ik rond af. Wie dat wil zien, die moet mij even straks vragen wanneer er open dagen zijn. Er worden 3 zaterdagen gereserveerd voor al die mensen die hier zitten en die ook heel nieuwsgierig zijn van wat er allemaal wordt gevonden. U bent van harte welkom. 3 zaterdagen. En dan wil ik hier naar voren vragen de heer Kees Kant. Hij heeft een meldpunt, maar hij mag het hier van voren doen. Dames en heren, Kees Kant, 69, oud-commissaris van politie. Ik ben op zoek gegaan naar de baganten en dat heeft geduurd van 19 december tot 10 januari. Het is een beeld van Verlochteren, het is een beeld uit de groep van 8, 300 jaar oud, het is in 1859 aan Arnhem geschonken. 2 beelden zijn verloren gegaan in de oorlog, 4 zaten in de singelparken, 1 was te zoek, volgende diagram. Een artikel in het blad van Prodesse van maart 2001 is ontzettend behulpzaam geweest bij de zoektocht. Dr. Anders Fischer, kenner van Verlochteren, heeft dat artikel geschreven. Hij zei toen al, inventi, de beelden van Boom en Bos staan in Arnhem. Volgende dier. U ziet ze en u kent ze. Persephone, Venus, Neptunus staan in het Singelpark. De Juno staat op dit moment gerestaureerd en wel in een restauratieatelier. Pluto die staat in het Lauwersgrachtpark. En het laatste beeld is nog een vraagteken. Ja, volgende. Links ziet u een aantekening van Fischer die ik onder ogen gehad heb. En daar staat onderin, Arnhem is bij restaurateur Mooi in Amersfoort. Daar ben ik bij geholpen door meneer Munne-Schmidt, voorzitter van het historisch genootschap Niftelaken, bezorger van het boek, en dat is veel te uitgebreid voor nu, over Fischer, een prachtig boek. Maandag 9 januari gaf hij me door, zij moet staan bij een beeldhouwersatelier in Amersfoort, en ik was sneller dan hij, volgende dia. Dinsdag 10 januari 2012 kreeg ik een reactie van Tom Mooi, beeldhouwer in Amersfoort,
dat beeld staat bij mij. En dat staat er al 22 jaar. Dames en heren, de bagante is gevonden. De gemeente Arnhem, afdeling erfgoed, is geïnformeerd. En Pieter Polman, hier aanwezig, doet op dit moment met zijn collega's zijn stinkende best om het volgende doel te bereiken. Het beeld restaureren en de bagante dit jaar herplaatsen in het Velperpleinpark, want daar heeft zij ooit gestaan. De grondhouding van de gemeente is heel positief. Offertes worden opgevraagd en er wordt actief gezocht naar budget binnen de begroting voor herplaatsing dit jaar. En dat zou betekenen dat Arnhem dan de beschikking krijgt over 6 beelden die onderdeel waren van een groep van 8. En zo'n grote beeldengroep van de bekende kunstenaar van Lochteren is er in heel Nederland. Die volgende dia. En hier ziet u de rariteiten. De bagante nu links. De bagante in 1966. Let op de armen en de handen. En de bagante zoals die eens stond op het Velperpleinpark naast de muziektent. En u ziet bij enige restauratie is de rechterarm van positie veranderd. De Juno in 1966. En de Juno heeft gestaan in 1925 aan het onderlangs en de Juno nu. Jammer voor de mensen die die laatste restauratie betaald hebben. De Juno zal teruggerestaureerd moeten worden, want ze had namelijk geen speer in de hand. Ze had een vogel op de hand. Dames en heren, ik hoop dat u allemaal aanwezig wilt zijn als dit jaar de Bagante en de Juno hun plaats vinden in de singleparken. Ik dank u voor uw aandacht. Meneer Kant, misschien dat u nog even zou willen blijven staan. Mijn naam is Pieter Polman. Meneer Kant had het er net al over. Ik werk bij de afdeling erfgoed van de gemeente Arnhem. En we willen meneer Kant voor zijn uitstekende speuronderzoek een grote bos bloemen aanbieden. Want we zijn ontzettend blij dat hij dit beeld, wat al 22 jaar dus blijkbaar verdwenen was, dat hij dat terug heeft gevonden. En als gemeente Arnhem doen wij, wat meneer Kant ook zegt, onze stinkende best om te zorgen dat in 2012 dat beeld weer kan worden herplaatst in de singles. Dus graag een applaus voor meneer Kant zelf. Namens de Gelderland Bibliotheek misschien een korte aankondiging van wat activiteiten die wij hebben staan. Zoals jullie misschien weten is 2012 het jaar van de historische buitenplaats, landelijk uitgeroepen. Ook wij proberen daarbij aan te sluiten met verschillende dingen. We hebben een kleine tentoonstelling ingericht bij ons in de Gelderland Bibliotheek, binnen de Bibliotheek Arnhem. Met wat materialen, de echte materialen die ik net heb laten zien. Daar kunt u gewoon graag gaan kijken. Loop binnen zou ik zeggen en bekijk naar gravures en oude ansichtkaarten en boeken wat we allemaal hebben over de historische buitenplaatsen die rijkelijk vertegenwoordigd zijn in deze regio. En vooral wil ik u wijzen op een lezing, 23 februari, donderdagavond, van 9:15 tot 10:15, door Elise Storms, adviseur cultuurhistorie van de Gelders Genootschap. En zij heeft de eindredactie gevoerd over het boek Gelders Arcadie, eind vorig jaar gepresenteerd. Zij komt dan een lezing geven over, naar aanleiding van het boek over de geschiedenis en vooral toekomst, geschiedenis en toekomst van de historische buitenplaatsen in en om Arnhem. Waarbij ook nadruk aandacht zal worden besteed aan de buitenplaatsen die in handen waren van de familie Brandsen. Ik zag daar ook nog een mooi boek staan. Dus komt allen 23 februari naar de lezing. Kosten €5 voor leden van de Gelderse Historische Vereniging en bibliotheekleden. Mocht u daar toevallig net niet bij horen, dan is het €7. Komt allen en dat is mijn mededeling. Dank u wel. Dank u wel. Heb ik tot slot ook nog zelf even een meldpuntje van 1 minuut, als het mag. Ik hoorde 2012 was het jaar van. Oké. Nou, ik las vanmorgen in de krant, de Volkskrant, dat 2012 ook het jaar van Martin Toner is. 100 jaar geleden is hij geboren. Ik heb daar vandaag een klein filmpje over gemaakt en ik heb dat aangevuld met Bommelestijnen in het Arnhemse, over buitenplaatsen gesproken. Die staat morgen op mijn website. Ik wou een aantal gratis abonnementen uitdelen. Als mensen interesse hebben om wekelijks een link te krijgen van de website En Toen, Stem van Verleden Arnhem, ligt daarachter in de zaal een blaadje en dan kan men de naam en het e-mailadres opschrijven.
Ik wou onverwachts een kleine aanvulling geven. Ik heb de biografie van Martin Toner gelezen. Het is een prachtige biografie. En een heel aangrijpende passage is als hij in de oorlog naar Velp gaat. Dat zit het hoofdkantoor van de Gestapo. En hij komt daar binnen en hij hoort daar allerlei gekerm en kreten. En hij weet zich op de een of andere manier te onttrekken aan het feit dat hij dus heel erg verdacht was wegens van alles en nog wat. Dus dat is een aanvulling, denk ik. Lees die biografie van Martin Toner. Hij staat in de bibliotheek en geniet van de filmopname. Ja, dat was wel heel informeel, zoals Clarina doet. We zijn informeel, de herberg is laagdrempelig, maar er zijn grenzen.